Ja, jongens, het is weer zover. Het is tijd voor een unboxing van Loot Gaming. We hebben het elke maand natuurlijk. We hebben er al inmiddels al 2 gehad. En dit wordt de 3e. Dus jee, jubileumeditie is zo. 3e Loot Gaming krat wat we gaan unboxen. Dus mocht je nog niet weten, dit is een maandelijkse soort van subscription. Je betaalt Loot Crate. En dan krijg je elke maand een krat naar jouw wens gewoon thuisbezorgd. Uit California. Dus superleuk. Dit is vers van de bus, vers van onze mat. En deze maand het thema was Rumble. En we hadden al een nieuwtje van, hey, er zit iets van Overwatch in, Sonic, nog wel andere dingetjes. Dus without further ado, laten we gaan kijken wat er deze maand allemaal in Loot Gaming zit. Oké, wat ik al eerst al meteen zie is dat het shirt van Titanfall 2 is. Dat is natuurlijk wel super dope, want Titanfall 2, lees de review jongens op gamersnet.nl, is best wel een geslaagde shooter. Ik vind het persoonlijk beter dan Call of Duty. Oh, dare I said it. Hup, kom maar aanvallen dan. Nice man. Echt, ik weet niet, is dit Ion? Volgens mij is dit Ion. Of Scorcher. Ik ken alle titles nog niet uit mijn hoofd, maar net t-shirt man. We beginnen meteen al goed. Nice. Ook mijn maatje trouwens, dus... Het is altijd fijn dat ik dat een emmertje heb aangevraagd. Maar goed, we kunnen bijvoorbeeld ook een keer wat dingetjes weg gaan geven. Wil je wat meer giveaways uit de dingen van Loot Gaming, dan moet je even de reacties laten weten. En als je op YouTube kijkt, ram op die like-knop, want dat doe je op YouTube. Dat is het enige waarvoor je hier bent. Oké. En we gaan door. En dit is meteen alweer een mooie, want ik weet er zat iets van Overwatch in. En ja, ik ben best wel een klein beetje een Overwatch-sletje af en toe. Dus we hebben gewoon al een keimooie, exclusieve Reaper Pop. Funko Pop. Oh, trouwens ook met die kleine guns van hem. Hoe schattig is dat? Dit is wel super dope. Ik weet dat er zijn mensen die zijn helemaal wild van Funko. En is het toch altijd wel vet dat je dit soort dingen ook gewoon kan scoren in de Loot Gaming boxen. Dus ze hebben er overigens al meer van Overwatch, maar nog niet Zenyatta. Dus Funko, als je kijkt, ik weet dat je geen Nederlands kan, baas van Funko, maak een Zenyatta pop. Want die, dat is serieus de enige Funko pop die ik zou willen. Maar dit is al super nice. Wat is Zenyatta in het Engels dan? Zenyatta is in het Engels, is het... Jendor. Natuurlijk, as always, de pin. Je krijgt per editie krijg je een pinnetje erbij. En dan laat dan zien van, hey, je hebt die en die krat gekregen. Anders word je gewoon even niet gebeld, Peter. Heb je die in die krat gekregen? Dit is dus de Rumble pin. Die kan bij ons mooi op kantoor gewoon zo op GNSQ kan die opgehangen worden. Zodat we allemaal weten welke kratten we ook alweer allemaal hebben gekregen van Loot Gaming. Super nice. Alright, die zit er dus ook bij. En ik zat al te denken, wat is er nou met Sonic? Wat kan er nou van Sonic the Hedgehog in een Loot Gaming zitten? Het zijn volgens mij van die fingerless gloves. Dus laat me dit dan even unpackagen met mijn chaos crisis in de zaal. Nice! Dit is toch wel... Oh my god, het is gewoon Eggman. Het zijn gewoon Eggman fingerless gloves. Kan ik dit... Dit moet je niet zo doen, moet je eigenlijk met de schaar doen en zo, allemaal netjes, maar dat boeit me even niet zo heel veel. Maakt die gewoon kapot, die jongen. Kijk, dit is wel super edgelord natuurlijk. Oké, mijn pinkie zit vast. Nice! Wel fijn, want ik moet zeggen, even behind the scenes, het is hier nu echt 0 graden Celsius bij ons in de studio. Dus de airco moet uit, anders hoor je dat op de camera. Dus hey, het is keikoud, ik hou deze gewoon even aan. Deze mag gewoon even hier in de... totaalbeeldje hier. Super nice. En dit is toch wel ontzettend sexy. The Legend of Zelda sokken. Met gewoon Ganondorf erop. Holy shit. Deze zijn wel echt heel erg sexy. Kijk het nou gewoon. Dit is maatje... Het is wel een Lootwear exclusive. Sock size 10 tot 13. Dus dat zijn dan... Dat zijn... Dat is een Nederlandse... Dat is een Amerikaanse maat. Oh, er staat fit shoe size 8 tot en met 12. Ik heb zelf een 9. Wat heb jij, Peet? 11. Je hebt een 11. Dat zijn deze voor jou, denk ik. Yes. Kijk eens hoe mooi. Nice. Alright. En we gaan door. Lekker man, dit. Oké. Pac-Man pleisters. Ik wil ze toch wel even zien. Het zijn adhesive bandages. Dus dan kun je gewoon jezelf, als je dikke verwonding mee hebt opgelopen, kun je gewoon medic roepen. En dan krijg je gewoon... Dit, ik ben nou toch wel, kom op. Oké, ik weet dat het niet hygiënisch is, we moeten deze ook niet meer gaan gebruiken, maar... Hoe krijg je die in godsnaam open? Oké, dus je moet mij niet als medic hebben, want als je een verwonding hebt en ik kom naar je toe om dit te fixen, dan ben je duidelijk de lul. Volgens mij ben je al lang doodgebloed. Oké, dit is toch wel echt een...
Dit is wel heel stijlvol. Als je dan toch een klein sneetje hebt, dan kun je wel wakker. Kun je dit toch wel gewoon op je wond plakken. Dat is toch wel sexy. Oké, deze gaat even. Die kun je niet meer gebruiken. Het is niet meer hygiënisch, hè, jongens. Dus pas op. Krijg je allemaal SOAS van en zo. Ik vind het serieus wel super ruig dat dit er gewoon in zit. Pleisters, man. Die zag je niet aankomen. Super nice. Verder, een magneetsticker van Super Mario. Wil ik hem eigenlijk wel even op de uithalen, want het... Jongen, Loot Gaming, waarom verpakken jullie alles zo... Oh, trouwens, zit gewoon een lipje op, laat maar. Ik dacht dat ze het allemaal heel moeilijk aan het doen waren, maar... Peter is aan het wijzen naar de tuk-tuk, maat. Dat is trouwens best wel een slim plan. Kun je gewoon... Ik haat jou zo! Ja, daar zijn we weer. Wat je er natuurlijk ook... Godverdomme, Peet. Wat je er ook bij krijgt is natuurlijk een postertje. In plaats van tegenwoordig... Ze deden vroeger altijd van die boekjes. Maar tegenwoordig zijn het gewoon van die best wel sexy postertjes die je erbij krijgt. In... een eigen design. Kijk, dit is natuurlijk wel Rumble. Het oogt wel super lijp. En dan krijg je dus... één is de poster is natuurlijk al gaaf. Maar aan de andere zijde zie je dan ook alles wat je in dit pakket hebt gekregen. Met dus eventueel ook de mogelijkheid dat je wat extra dingen wint. Voor een best wel toffe Steel Series stuff. Die kun je dus ook winnen als je lid bent van Loot Gaming. Maar dat gebeurt dan maar bij een paar mensen. Dus hey, daar zijn wij natuurlijk niet, want dat zou een beetje oneerlijk zijn. Anyway, dit is dus alles wat je erbij krijgt. Dan zie je het ook. Dat is best wel goed gelukt. We hebben alles best wel goed unboxed. Behalve Mario dan, sorry. Maar op zich, een net setje. Ik vind het een goede maand weer. Ik ben benieuwd wat de volgende maand allemaal zoal is. Want ik hoorde dus al in de wandelgangen, en dat kun je ook lezen op gamersnet.nl, dat er een nieuw pakket is aangekondigd. En dat was, ik ben even de naam van het thema kwijt, maar ik weet wel dat er iets in zit van The Legend of Zelda. Dragon Age Inquisition. The Witcher 3 volgens mij. Ik weet het allemaal niet meer precies. Maar goed, je kunt het op Gamersnet nalezen als je wil weten wat de volgende maand allemaal weer in zit. En as always, de doos zelf is ook best wel sexy gedaan. Met Reaper's guns allemaal. Voor de mensen die het niet weten, Reaper in Overwatch die schiet zijn guns leeg en daarna gooit hij ze neer. Dus dit is op zich best wel geinig gedaan. Het is toch een beetje de meme. De meme is natuurlijk dat Reaper zijn al zijn guns heet het weggooien. Het staat zelfs op die, die, die. Ja, lekker emo, lekker edgelord. Helemaal mooi. Nou goed, dit is het voor deze maand. Wil je zelf dus ook een keer zo'n Loot Gaming thuisgestuurd krijgen? Dat kan natuurlijk. Wat we dan vooral aanraden is dat je even met onze link naar Loot Gaming gaat. Dus lootcrate.com/gamersnet. Dus dan ga je meteen naar Loot Gaming. En dan kun je allemaal zien wat er volgende maand allemaal in gaat zitten. En je kunt korting scoren. Want als je de code GAMERSNET gebruikt, in de couponcode, krijg je gewoon $3 korting op alle bestellingen. Dus het kan een paar sokken zijn. Het kan een abonnement van een jaar zijn. Het kan een abonnement van één maand zijn. Kan allemaal. Maar goed, die korting kun je gewoon scoren met de code GAMERSNET. Dus jongens, dit was het weer voor deze maand. Wij zijn er volgende maand sowieso weer met een nieuwe Loot Crate en een nieuwe Loot Gaming. En zelfs een Halo Crate als die nog een keer binnenkomt. We weten niet wat daarmee aan de gang is. Maar goed, anyway, dit was het weer voor deze maand. Tot snel op gamersnet.nl en allemaal andere unboxings en leuke dingen. Dus cheers. En als je op YouTube kijkt, dan nogmaals like want dat, en subscribe, want dat moet. Ik kan het niet anders brengen.